Het Courtyard by Marriott Hotel zal in het kader van International Hospitality Day de Service Excellence Awards uitreiken. Deze awards worden toegekend aan medewerkers die uitmuntend werk verrichten op het gebied van klantenservice. In het kader van de awarduitreiking heeft het hotel vandaag een persconferentie belegd. Sales en Marketing Director Natasha de Randami geeft aan dat service excellence meer is dan alleen service bieden aan de klanten. Met dit initiatief proberen wij ook vooral binnen de Surinaamse samenleving, ook eigenlijk binnen de andere, onze zuster hoteliers, dat ze dan ook eigenlijk blijven focussen op het bieden van exceptionele service aan alle gasten die, of alle toeristen, alle reizigers die het land binnenkomen. Want uiteindelijk ben je er niet om je hotel of je bedrijf te promoten, maar het land. En dit geeft een heel mooi, de honoriers geven ook een heel mooi voorbeeld wat wij als Suriname te bieden hebben. Heel gemengd, blended. We hebben ook wat buitenlanders die eigenlijk deel uitmaken van ons team, die eigenlijk ervoor zorgen dat we Suriname echt op de map zetten wat betreft excellent customer service. Randami zegt dat dit de tweede keer is dat de Service Excellence Awards zullen worden uitgereikt. Er zijn 7 medewerkers genomineerd in 5 categorieën. Talitja Buinen, residentenmanager, geeft aan op basis van welke criteria de medewerkers zijn genomineerd. Dat eigenlijk maakt dat we zeggen van hey, deze mensen hebben consistently gedurende hun carrière hier gezorgd dat we de service kunnen geven. Ze hebben onderling, wij als team, geven ze onze helpende hand. We hebben de tools, die krijgen we van meneer Van Voidel. Hij geeft ons de tools, wij werken ermee. En als ik iets niet kan, is het of Robert of Senneven van hey, ik kan je ermee helpen. Het is niet een kwestie van het is niet mijn afdeling. Nee. Zonder erbij na te denken. Dat is eigenlijk onze kracht. Dat is van het hotel. That's our power. And we believe in family, togetherness. En ik denk dat is onze kracht. En daarom hebben we zoiets van niet alleen front of a staff, maar op basis van hun initiatief. Performance, hun attitude, hoe servicegericht zijn ze. En zo zijn we dus gekomen op deze mensen. Tot zover Talitja Buinen, resident manager van het Courtyard by Marriott Hotel. Ze sprak vandaag op de persconferentie in verband met de Service Excellence Awards.